Hoi, mijn naam is Vee en ik woon voor een paar maanden in Noorwegen. Noorwegen is een prachtig land, maar het is ook een van de duurste landen ter wereld om te wonen. Noorse prijzen zijn echt niet grappig. Ik probeer er nu steeds aan te wennen. Ben je benieuwd wat ik hier uitgeef in een week? Blijf dan vooral even verder kijken. Ik zit dus bij een sportschool waar ik heb geprofiteerd van een super chille aanbieding. Ik begon met sporten ergens in augustus en tot november, dus tot en met oktober, kon ik daar sporten voor 20 euro. Omgerekend betekent dat ik per week 2 euro kwijt ben tot november aan sporten. Daarna wordt het wel iets duurder, dan wordt het iets van 30 euro per maand. Maar de kosten deze week zijn in ieder geval maar 2 euro. Ik heb even boodschappen aan en het kost in totaal 255 kronen en 10 cent, denk ik, dat je dat zo zegt. Goed om eventjes erbij te vermelden is dat alle boodschappenkosten en zo door 2 gedeeld worden, omdat ik samen woon met Jan. Dus mijn deel komt uit op ongeveer 12,50 euro. Ik eet vanavond alleen en dat is heel erg chill, want we hebben nog een restje van gisteravond. Dus dat bespaart weer kosten. Ik had echt super lekkere curry gemaakt. In Nederland at ik best wel vaak zeg maar het restje avondeten van de dag ervoor als lunch. Maar ik heb het idee dat ik dat hier een stuk minder doe. Puur omdat ik weet dat ik dat restje avondeten ook nog een keer als avondeten kan eten. En dat dat toch wat goedkoper is dan ja, basically eigenlijk 2 keer een soort avondmaaltijd op een dag eten. Dus dat is wel een klein dingetje wat ik hier doe om voor mijn gevoel wat kosten te besparen. Wat verder natuurlijk ook kosten hier zijn, is de huur en OV. De huur is per maand 10.237 kronen. Dat is iets meer dan 1000 euro. En dat betalen wij met z'n tweeën. Dus mijn deel per maand is ongeveer 500 euro. Dus per week is dat ongeveer 125 euro. Dan zijn de OV-kosten volgens mij rond de 890 kronen. Dus dat is 89 euro per maand voor mij. Omdat ik geen student ben. Best wel duur. Maar goed, ik heb me daar maar gewoon een beetje bij neergelegd. Als in, ik kan ook geen abonnement nemen, maar dan wordt je wereld toch wel wat kleiner. En ik wil hier wel echt gewoon het meeste halen uit de tijd dat ik hier ben. Dus dat komt uit op iets meer dan 20 euro per week. Dan heb ik natuurlijk ook nog de kosten die ik gewoon in Nederland ook zou hebben. Zoals zorgverzekering, telefoonabonnement, videoland, dat soort dingen. Ik heb eerder al een keer een video gemaakt waarin ik iets dieper op deze kosten inga. Dus ik zal dat niet helemaal herhalen. Daar verkopen ze allemaal burgers en ze hebben ook 2 vegan opties. Het ziet er allemaal echt super lekker uit. We hadden hier allebei zin in en allebei nog nooit gegeten, dus ik ben heel benieuwd. Nou, zullen we eerst dan even een broodje halen? We gaan even naar de bakstube voordat we de BP gaan. Om even lunch te halen en de bakstube. Ik heb het al eerder verteld in een video. Het is eigenlijk een keten waar je goedkoop even een broodje kan halen. Dus dan gaan we even lunch halen. Nou, je moet de prijsjes delen door 10. En ze hebben dus allemaal lekkere dingen. Rond de 2 euro. Stuk. En als je mijn video's vaker kijkt, dan weet je dat ik meestal voor de simiet ga. En de burek met spinazie. Vandaag deden we boodschappen in Grunland. En Grunland is echt de plek waar je moet zijn voor relatief goedkope boodschappen. Je hebt hier superveel groente en fruit, maar ook heel veel peulvruchten, pasta, rijst, dat soort dingen. Niet alles is goedkoper dan in de reguliere supermarkt, dus het blijft altijd wel een beetje in je hoofd prijzen vergelijken. Ik besteedde hier vandaag 8,44 euro. Hallo, het is vandaag donderdag en Jan die heeft even boodschappen gedaan.
En het was dus heel chill, want er waren afgelopen week volgens mij 2 of 3 keer mensen over de vloer. En toen is er bier gedronken. Die lege bierblikjes, die zijn allemaal hier blijven staan en daar zit allemaal statiegeld op. Dus Jan is naar de winkel gegaan, die heeft boodschappen gedaan. En die had voor €6,20 of zo aan statiegeld. Dus uiteindelijk kostte de boodschappen maar €13. Dus dat scheelt. Ik heb niet voor het bier betaald, maar ik profiteer dus wel van het statiegeld ervan. Even kijken wat hij heeft gekocht. Hummus, Oatly Barista melk, echt mijn favoriet. Tomaten in blik. Dit is een soort van paté voor het brood. Chocade, dit is een hele stroperige chocoladepasta voor op brood. En dus vegan. Nog meer tomaten in blik. Knoflook. Deze keer wel de goede. Vorige keer had ik echt enorme knoflookbollen gekocht. Maar dit zijn normale teentjes. En dat was het. Op vrijdag had ik helemaal geen uitgaven. Want we hadden nog wat avondeten van de dag ervoor. En nog genoeg eten voor de rest van de dag. En verder was ik gewoon binnen een beetje aan het werken. En niet heel veel boeiend aan doen. Het is vandaag vrijdag en nee, dat is helemaal niet waar. Het is vandaag zaterdag. Ik ga morgen voor een week naar Nederland. Dus het leek mij en Jan wel leuk om nog even samen iets te doen. Dus we gaan even ergens wat lunchen bij Cultivate. En dat is een relatief betaalbaar restaurant. En ik heb er nu één keer eerder gegeten en dat vond ik echt super lekker. Wat heel fijn is, is dat in veel restaurants je gewoon om kraanwater kan vragen en dat kost je dan niks. En het is ook niet raar of zo om dat te doen, voor mijn gevoel. Over drank gesproken, de alcoholprijzen in Noorwegen zijn echt extreem hoog. Vaak als je uit eten gaat, ben je voor een biertje rond de €10 kwijt. Er zijn wel wat plekken waar het soms wat goedkoper is, maar gemiddeld ligt in ieder geval de prijs echt veel hoger dan in Nederland. Ik drink zelf niet, dus ik ben daar ook geen kosten aan kwijt. Mocht jij wel van een drankje houden, dan ben je in ieder geval per maand sowieso een paar tientjes meer kwijt dan ik. Vandaag is de dag dat ik terug ga naar Nederland, want ik heb binnenkort mijn diploma-uitreiking. Ik wilde nog heel eventjes bij de Bakstube wat lunch halen voor onderweg, want op het vliegveld is het altijd en duur en niet altijd lekker en ze hebben niet altijd vegan dingen. Dus ik dacht, ik speel gewoon op safe, ik ga even naar de Bakstube. Ik heb daar 2 simits gehaald, dat kostte me in totaal €3,60 en vervolgens moest ik met de trein naar het vliegveld. En de trein was €21, het was een treinreis van 20 minuten. Over het algemeen moet ik zeggen dat de OV-prijzen in Noorwegen iets lager liggen dan in Nederland, maar dit was zo'n speciale express trein waarmee je dan rechtstreeks naar het vliegveld kon, weet ik veel. Dus dat kostte me €21. Ik ga nu even alle kosten bij elkaar optellen in Excel. Het totaalbedrag dat ik deze week uitgegeven heb is, om precies te zijn, €267,46. Ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat het minder is dan ik had verwacht. Ik weet niet zo goed hoe dat komt. Het is niet per se heel veel meer dan ik in Nederland uitgeef. Misschien is het omdat ik toch wat strikter ook op mijn uitgaven let. Toch wat minder snel even buiten de deur snel wat halen. Voordat we hierheen verhuisden had ik ook een beetje bedacht dat mijn budget per maand ongeveer €1000 was. Dus met €267 zit ik daar net iets boven. Ja, het is wat het is. Dit geef ik in ieder geval uit in een week in Noorwegen. Dan weet je dat. Nu moet ik natuurlijk zeggen, elke week ziet er anders uit. Soms ga je net wat meer uit eten of koop je iets anders wat je een andere week misschien niet zou kopen. Mocht je deze video leuk vinden, vergeet dan geen duimpje omhoog achter te laten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk tot een van mijn volgende video's. Doei!